Jan de Jong, allereerst, ik geef je een hand. Van harte gefeliciteerd. Ja, geweldig natuurlijk. Hè. In topsport en ook in het voetbal gaat het om het winnen van prijzen. Nou, dat is in ieder geval gisteren gelukt. Dan wil ik even je persoonlijke ervaring weten. Je zit op een mooie plek in het stadion. Dat hoort bij de directeur van Feyenoord. Dat is een voordeel van de functie. En toen, wat gebeurde er met je? Nou, ik ben zelf altijd heel erg rustig. Ik ben niet zo van hossen, feesten en partijen, laat staan polonaise. Waar ik heel erg van kan genieten is de vreugde die je teweeg brengt bij de supporters. Ik kijk en aanschouw en ik neem het allemaal tot me. En als ik dan 's avonds in bed lig, dan draai ik die film nog een keer af. Maar het is natuurlijk een geweldig gevoel voor iedereen die bij Feyenoord werkt, maar ook voor iedereen die van Feyenoord houdt, dat je dit toch weer mee mag maken. Ja, even voor alle duidelijkheid. Ik heb het gisteravond ook op tv gezegd. Laten we het nooit meer over een troostprijs hebben. Ik heb gisteren zoveel blije mensen gezien. Dat past niet bij een troostprijs. Dit is gewoon een hoofdprijs. Voor Feyenoord is het winnen van de beker gewoon een hoofdprijs. En eigenlijk is dat denk ik voor iedere Nederlandse club. Ja, het kampioenschap is nog mooier en nog belangrijker. Maar de KNVB is wel echt second best. Maar wel een hele mooie prijs. Nou, werd jij omringd gisteren op die tribune door je mededirectieleden. Directieleden die vorig jaar stonden te janken hier bij die titel. Dat is dit jaar toch wel iets anders, hè? Nou, die zijn nog wel heel erg blij en die staan nog wel heel erg te springen. En die zijn nog wel heel erg zenuwachtig tijdens de wedstrijd. Soms denk ik wel eens, ik ben een oase van rust vergeleken bij hun. Nee, het is anders omdat het kampioenschap zo lang geleden was en het de mooiste prijs was. Maar geloof me, gisteren is er ook een feestje gevierd en waren ze ook super, super, super blij. Ooit zei je dat je trots was dat Willem van Hanegem heeft gezegd dat je verstand van voetbal hebt. Hoe keek je naar die wedstrijd? Het duurde een half uur voordat de eerste goal viel. Uiteindelijk niets op af te dingen op die zegen. Nou ja, kijk, weet je, het was... ik denk dat wij tactisch heel goed stonden. En dat we uiteindelijk met de juiste middelen wonnen. En 3-0 is tegen AZ, de nummer 3 van de competitie die het hele jaar heel goed voetbal speelt. Dat is een aardige uitslag. Daar kan je volgens mij mee thuiskomen. Toch... En jij hebt toch ook niet getwijfeld aan het gaan winnen van dit duel. AZ dat nooit wedstrijden wint tegen topclubs. Feyenoord in eigen stadion. Ja, maar dit is een finale. Het is een wedstrijd op zich. Het kan altijd heel raar lopen als je 1-0 voorkomt. Dan kan het echt weer heel erg anders gaan. Wat mij meer opvalt is dat het team en de trainer en de technische staf een plan hadden voor deze finale. En dat plan is eigenlijk helemaal uitgerold en dat is perfect gelopen. En weet je, daar hoort bij dat ze op trainingskamp wilden. Daar wilden ze bij elkaar zijn. Het team ging weer beter spelen. Er is over nagedacht. En het is de technische staf en de spelers gelukt. Dus hulde. Toen Giovanni van Bronckhorst kwam met dat idee om even naar Spanje te gaan, zei je toen gelijk ja? Ja. Ja, als dat echt het gevoel is, dat helpt nu. Ik wil ze bij elkaar hebben. Even uit de waan van de dag bij elkaar. En we moeten ze het gevoel geven van onoverwinnelijkheid. En bij elkaar hebben. Ja, wie ben je dan om nee te zeggen? Wat trof je na afloop aan in de kleedkamer? Want ik neem aan dat je daar geweest bent in de kleedkamer. Ja, een feestje. En dat kijk ik dan ook vanuit een hoekje. Kijk ik hoe ze dat dan allemaal doen. Ze doen het allemaal op hun eigen manier. De ene maakt een dansje. De ander zit rustig op zijn plekje. De ander kijkt op de telefoon. En de ander zingt een liedje. Hoe verliep de avond daarna? Want dan gaan de camera's uit. En wordt het dan pas echt feest? Volgens mij is het nog lang onrustig geweest. Maar ik ben niet tot het einde gebleven. We zijn uit eten geweest, hè? Ja, we zijn uit eten geweest. En daarna was nog een soort feestje in een hippe tent. Nou, dat is de vraag of ik daar dan pas. Maar ik ben even langs geweest en daarna ben ik ook weer weggegaan. Maar ik begrijp dat de laatste vrij laat is weggegaan. Of beter gezegd, heel vroeg vanochtend. Het is maandag. Huldig op maandag, dat zijn we in Rotterdam inmiddels gewend. A, omdat Feyenoord vaak wint. En B, omdat Feyenoord de huldiging op maandag heeft gezet. Dit is geen kostsingel. Dat is jammer, hè? Ja, maar dat kon niet anders, omdat de gemeente bezig is met bouwplannen. Dus de kostsingel is dicht. En dat is niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar. Ja, daar heb je dan mee te maken. Nou, dan is het alternatief de Kuip. Dat is een heel mooi alternatief. En in overleg met de gemeente kon er geen ander tijdstip dan 2:00 middags uitkomen. In verband met de drukte en de politie en de beveiliging. Ja, het is niet anders. We moeten het hiermee doen en dan... Denk ik ook hier is voor mij de beker half vol in plaats van half leeg. Het is maandag 23 april. Iedereen die kan ook gewoon werken. En als ik dan toch nog zie hoeveel mensen er in de Kuip zitten. Volgens mij zijn het er nog best wel veel. Jij zegt inderdaad dat voor jou is het glas half vol. Maar wij zijn verwend als Rotterdammers. Die Kuip die kookt altijd. Dat is nu niet het geval. Is toch jammer? Nou ja, de Kuip kookte gisteren. En dat is het allerbelangrijkste. Want dat is op de dag van de wedstrijd.
Dit is gewoon een huldiging die je nog eens een keer de mensen aanbiedt. Ook voor degenen die er gisteren niet bij konden zijn. Want dat waren er helaas ook een heleboel. Want we hadden maar 23.000, 24.000 kaartjes voor onze supporters. Hier krijg je een soort afterparty. En ook daar hebben toch wel weer veel mensen gebruik van gemaakt. En ik ga niet zeggen of er veel of weinig zijn. Als ik om me heen kijk, denk ik, nou, voor een maandagmiddag. Ik zie volgens mij ook wat kinderen die eigenlijk op school hadden moeten zitten. Maar die gelukkig dan hier toch in het stadion zijn. Kan je iets zeggen over de financiële consequenties van het winnen van de beker? Hoe groot dat verschil is bijvoorbeeld met het kampioen worden? Ja, maar dat is niet heel eenvoudig om dat te zeggen. Het bestaat uit een paar onderdelen. Het goede nieuws is dat wij nu ook de Johan Cruijffschaal mogen spelen. Dat doen we weliswaar in Eindhoven tegen PSV. Maar daar krijgen we de helft van de netto resetten. Dus dat is één. Nou, dan gaan we ook naar de derde voorronde van de Europa League. Nou, dat levert extra geld op en resettes. Maar er is nog een kans dat wij ons rechtstreeks plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Maar dan moet of Marseille of Arsenal de Europa League dit jaar winnen. Nou, dat is ongeveer 50% kans. En in de Franse of Engelse competitie ook nog op een plaats komen die niet voor de Champions League recht biedt, maar wel voor de Europa League. Bent u daar nog, kijker? Maar dan gaan wij rechtstreeks naar de groepfase van de Europa League. En dan scheelt het enkele miljoenen. Dus gisteren, naast de sportieve eer, stond er ook heel wat op het spel financieel gezien. Een duidelijk verhaal, maar tot slot de belangrijkste vraag die sinds gisteren na de wedstrijd speelt. Gaat Feyenoord dat volgend seizoen spelen met Robin van Persie? Nou ja, kijk, contractueel zijn we eruit met Robin. Dus dat is heel erg prettig. Alleen, volgens mij wil Robin heel erg graag. Maar zijn lichaam en geest niet altijd in overeenstemming. En uiteindelijk is er volgens mij eentje die het kan beslissen. En dat is Robin van Persie zelf. En ik hoop dat ze hard wint. Maar je zou een beïnvloeder kunnen zijn. Ja, maar geloof me, er ligt volgens mij niemand binnen Feyenoord die niet wil dat Robin volgend jaar wil blijven. Dus het is aan Robin en ik hoop dat hij het nog een jaartje wil doen.